Ja, dankjewel. Ik zal even mijn scherm delen. Ja, ik zal deze webinar beginnen inderdaad met een inleidend verhaal over het meten van bodembeweging en bodemdaling in veenweidegebieden. Ik zal later toelichten waarom ik onderscheid maak hier tussen bodembeweging en bodemdaling. Ik hou me veel bezig met het onderwerp binnen het NOPV, maar ook binnen andere onderzoeken van Deltares. En dat doe ik niet alleen, maar onder andere samen met collega's zoals Gilles Erkens, Henk Kooi en Enno van Waardenberg. En ook collega's van de Wenner en de Radboud Universiteit Nijmegen. Waardoor beweegt de bodem nou eigenlijk? Het is best een complex figuur en dat geeft heel goed weer dat het een heel complex verhaal is. Er zijn namelijk veel processen in veenweidepercelen, veenbodems, die leiden tot bodembeweging. En die spelen in verschillende dieptebereiken. Zo heb je in de bovenste onverzadigde zone, is een belangrijk proces, biochemische afbraak van organisch materiaal door micro-organismen onder invloed van zuurstof. En daarnaast speelt ook krimp en zwel door uitdroging en vernatting van de bodem. Wat dieper in de bodem speelt compactie, dus eigenlijk het samendrukken van de bodem als gevolg van veranderingen in belasting, dus het totale gewicht op een bodem, en veranderingen in de waterdruk. De waterdruk van de poriën. Nou, nog dieper spelen ook processen als tektoniek. Dus dan gaat het om beweging van verschillende van aardplaten in verschillende richtingen. En ook isostasie. Dat zijn bewegingen als gevolg van belasting en ontlasting door ijskappen en grote watermassa's. En dat speelt op veel grotere geologische tijdschalen. Nou, deze processen worden beïnvloed of veroorzaakt of in gang gezet door verschillende natuurlijke en menselijke activiteiten. En die spelen natuurlijk vooral op de wat ondiepere bereiken. Zo veroorzaakt of heeft pijlbeheer invloed op processen, vooral in de onverzadigde zone, op veenafbraak en krimpenswel. Maar ook afgravingen, grondwateronttrekkingen beïnvloeden bodembeweging. En nog wat dieper gaswinning en zoutwinning. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat de menselijke activiteiten vaak tot sterkere bodemdaling leiden dan de natuurlijke processen. En de menselijke activiteiten zijn ook nog eens, zijn wel zaken waar we iets aan kunnen doen. Dan deze twee kaarten. De linkerkaart geeft mooi aan hoeveel bodemdaling er is geweest over de laatste 1000 jaar in Nederland. En dan zie je helemaal de meest rode gebieden. Dan gaat het wel om een maaiveldaling tot 1 meter of 8. Nou, een groot deel hiervan is veroorzaakt door veenafgravingen. Dat zijn nu de droogmakerijen, zoals de Haarlemmermeerpolder. Een ander groot belangrijk deel is veroorzaakt door de drainage. Dat heeft wel dalingen tot 1 meter of 2 veroorzaakt. Het rechterplaatje laat de verwachte bodemdaling zien bij een scenario van pijlindexatie en sterke opwarming, dus hoge temperaturen. Als we weer even het voorbeeld pakken van de Haarlemmermeerpolder bijvoorbeeld, daar zien we dat er weinig bodemdaling wordt verwacht. Dat komt omdat daar het meeste veen al verdwenen is door afgravingen en door het oxideren van het veen, het afbreken. Maar we zien ook in dit scenario dat op andere plekken heel veel bodemdaling tot wel 1 meter nog kan worden verwacht. En we zien vooral dat er een grote variatie is in bodemdaling. En dit is overigens een voorspelling gedaan met het model Atlantis. En dat neemt veenafbraak, compactie en gas- en zoutwinning mee als oorzaken. Nou, al deze processen
leiden tot bodemdaling en dat heeft meerdere gevolgen. Je krijgt, vooral in landbouwgebieden speelt dat, nattere bodems met een lagere draagkracht. Overstromingsrisico's die nemen toe. En door verschil in bodembeweging krijg je schade aan gebouwen en infrastructuur, zowel boven als onder de grond. En dit brengt uiteraard hele hoge kosten met zich mee. Daarnaast leidt veenafbraak ook nog tot een toename van CO2-emissie. Nou, hier willen we natuurlijk wat aan doen. En daarom moeten we bodemdaling meten. En het liefst willen we dat uiteindelijk ook vlakdekkend. Dat geeft inzicht in de ruimtelijke variabiliteit van bodemdaling. En als we vlakdekkend meten, kunnen we risicogebieden bijvoorbeeld onderscheiden. En we meten om te achterhalen wat nou precies de oorzaak is of oorzaken zijn van bodemdaling. Alleen dan kunnen we de juiste maatregelen ontwikkelen en toepassing om bodemdaling en de negatieve gevolgen hiervan tegen te gaan. Daarnaast, als we een maatregel toepassen, willen we ook het effect daarvan kunnen monitoren. En veldmetingen zijn heel belangrijk voor de validatie van bodemdalingsvoorspellingsmodellen. Als we bodemdaling gaan meten, hebben we te maken met een aantal wensen, of eigenlijk eisen. En die wil ik hier even toelichten. Ten eerste, heel belangrijk, is dat we rekening houden met de seizoensgebonden verticale beweging. Die hebben we tot nog toe, hebben de metingen dit laten zien. Dat er in de onverzadigde zone leidt krimp en zwel door uitdroging en vernatting tot een op- en neergaande beweging gedurende het jaar. En in de verzadigde zone leidt zogenaamde de poroelastische respons tot ook een soort van sponswerking, een op- en neergaande beweging, door veranderingen in de waterdruk als gevolg van verandering van je grondwaterstand. Nou, dit leidt tot op- en neergaande beweging van centimeters, geïllustreerd door de rode lijn in het figuur. Maar uiteindelijk willen we die blauwe lijn weten. Dus dat is de langetermijn bodemdaling als gevolg van veenafbraak. Dat is permanent, dan verlies je een deel van je bodemvolume. En van je irreversibele deel van het krimp en compactie. Dit geeft ook gelijk aan, dit figuur, dat je heel lang moet meten om die lange termijn bodemdaling te kunnen bepalen. Want je moet die seizoensgebonden fluctuatie eruit filteren. En die zal per jaar verschillen als gevolg van verschillen in bijvoorbeeld het weer en andere lokale omstandigheden. Verder willen we graag op millimeterschaal meten en uiteindelijk ook vlakdekkend. Dit figuur laat verschillende meettechnieken zien. Even een overzicht van technieken die kunnen worden gebruikt voor het meten van bodembeweging. En helemaal links zie je veldtechnieken. Van de extensometer, waterpassen, GPS-systemen en transponders. Tot het gebruik van LiDAR, dus waarbij een laserscanner wordt gebruikt. Tot nog grotere schaal metingen vanuit de ruimte met behulp van radarsatellietbeelden. Nou, binnen het NOBV hebben we vooral gebruik gemaakt van extensometers, waterpassen, LiDAR en INSAR. En GPS-systemen en transponders, daar doen we nu proeven mee. Waarbij deze systemen eigenlijk meebewegen met het maaiveld. Nou, in de volgende slide wil ik jullie even kort vertellen over de vier technieken die we binnen NOBV nu vooral hebben gebruikt. Even om voor een overzicht. Dit is een schematische weergave van een extensometer. Daarbij meten we op verschillende diepten in de ondergrond de verticale beweging van ankers. En deze ankers die bewegen mee met de omliggende grond. En ze zijn verbonden met stangen naar een verplaatsingopnemer. En die
komen eigenlijk net boven maaiveld uit. Dat zie je op de foto. Die zijn beschermd met een PVC-kap. En dat is eigenlijk alles wat er aan de bovengronds aan te zien is. En met een kabeltje naar een datalogger. En het meet dus heel nauwkeurig. Elk uur heeft het een meting op één locatie. En dit is een heel mooie manier om de bijdrage van verschillende bodemlagen aan de maaiveldbeweging te bepalen. En daarmee ook processen die in die verschillende bodemlagen spelen. Nou, met waterpassen meten we langs een aantal dwars- en lengterijen. Meestal met een meterinterval van ongeveer 2 meter. En dat doen we 4 keer per jaar. Het is natuurlijk best arbeidsintensief. Dus de temporele resolutie is lager dan bij een extensometer. Maar je hebt wel een iets meer beeld van de ruimtelijke variatie binnen je meetvak. En er wordt altijd gemeten ten opzichte van een referentiepunt in het perceel. Dat gefundeerd is in de stabiele zandondergrond. En voor je meetvak kun je dan de gemiddelde maaiveldhoogte en verandering bepalen. Dan hebben we LiDAR. Dan gaan we naar wat grotere schaal, meer perceelschaal of nog wat groter. En daarbij wordt gebruik gemaakt van lichtgolven, laserpulsen, waarbij de afstand tot het oppervlak of een object wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van de puls en het opvangen van de reflectie van de puls. En de laserscanner die is dan daarbij bevestigd aan een bewegend platform, dus een helikopter of een drone of een vliegtuig, of kan ook aan een statief worden bevestigd. Dan heb je een meer statische meting. Nou, de temporele resolutie hangt af van hoe vaak je zo'n scan uitvoert. Dat is meestal 1 tot een paar keer per jaar. En dat levert een puntenwolk op. En die wordt bewerkt en dat geeft uiteindelijk een vlakdekkend hoogtemodel. Nou, in bebouwd gebied is dit al veelvuldig toegepast. In veenweidegebied is het wat nieuwer en zijn er nog veel uitdagingen. En daar zal straks Roeland meer over vertellen. En dan hebben we INSAR. Dus daarbij worden radarsatellietbeelden gebruikt voor het bepalen van deformatie. Waarbij radargolven reflecteren op een oppervlak. En de deformatie daarvan wordt afgeleid uit faseverschillen van je gereflecteerde radargolf. Tussen 2 observaties op 1 locatie. Nou, dit geeft tijdreeksen op puntlocaties of je reflectiepunten. Waarbij als je een hoge dichtpuntdichtheid hebt, heb je ook of krijg je een vlakdekkend beeld. De temporele resolutie hangt daarbij af van de frequentie van je radarsatellietbeelden. Dat is meestal de orde grootte van dagen. Nou, ook hier zijn er verschillende uitdagingen. En daar zal Ramon straks meer over vertellen. Dan wil ik jullie nog een aantal voorbeelden zien van metingen. Van extensometer en waterpasmetingen. Wat heel goed die seizoensgebonden fluctuatie laat zien over het jaar. Waar ik het eerder over had. Dit is een voorbeeld van Zegveld. Daar heb je een veenlaag van ongeveer 6 meter. En daarbij zien we met de groene lijn, dat is het extensometeranker net onder maaiveld, die is binnen een jaar met wel 10 centimeter gaat die op en neer. Verder zien we de rode lijn, dat is het anker op 80 centimeter diepte, die gaat ook heel flink op en neer, zo'n 8 centimeter het afgelopen jaar. En dat geeft aan dat processen in die verzadigde laag dieper dan 80 centimeter ook heel voor een groot deel kunnen bijdragen aan je maaiveldbeweging. Nou, verder zien we heel mooi dat er een sterke relatie is met je grondwaterstand, hier aangegeven in blauw. En in de gele stippen laten we nog zien de gemiddelde van de waterpasmetingen op dit deel van het perceel. En die geven dus ook heel mooi die seizoensgebonden
deformatie aan. Wat je wel ziet is dat met die waterpasmetingen soms de extreme worden gemist. En dat is natuurlijk logisch, omdat het geen continue meting is. Maar je ziet bijvoorbeeld in de zomer van, de nazomer van 2022, zie je dat de extensometer meting dieper gaat dan de laagste waterpasmeting. Nou, hierbij nog even een voorbeeld van een andere locatie in Friesland. Daarbij zie je alle ankers. Dus we hebben in dit geval 5 diepten waar we meten. Hierbij gaat het om een locatie met iets van 2 meter veen en een kleidek. En hierbij is het maaiveld ongeveer 5 centimeter op en neer gegaan afgelopen jaar. En zien we ook weer een sterke relatie met het grondwater. En ook een behoorlijke bijdrage van de wat diepere verzadigde bodem. Dat zie je ook in het rechterfiguur. Daar zie je de deformatie per bodemlaag. Nou, dan nog even op een rijtje. We hebben dus eigenlijk 4 verschillende methoden of hoofdmethoden die we gebruiken. Van metingen heel nauwkeurig op 1 locatie met meerdere niveaus in de ondergrond. Wat wordt gebruikt om echt die processen goed te begrijpen. Tot waterpasmetingen en dan opschalend naar LiDAR en INSAR metingen. Die vlakdekkende resultaten geven, wat we heel gewenst is om die variatie, die ruimtelijke variatie, goed in beeld te krijgen. En dit is eigenlijk in lijn ook met de broeikasgasmetingen binnen het NOBV, waarbij we dus ook zowel heel lokaal meten met fluxkamers tot weer perceelschaal, wat regionale schaal met de EZ, Eddy Covariance masten, tot nog groter. Grotere schaal met vliegtuigmetingen. Elk type meting heeft zo zijn eigen voor- en nadelen en eigen toepassing. En we hebben ze, denk ik, zo alle 4 of op verschillende schalen nodig om tot een compleet beeld te komen. En dan zal ik hierbij ook mijn tijd op, volgens mij. En zullen Roeland en Ramon nu meer in gaan zoomen op LiDAR en INSAR, waar deze webinar natuurlijk vooral over gaat. Dankjewel, Sanneke. Dankjewel, Sanneke. Dus je bent keurig op tijd. Je bent zelfs 1 minuut te vroeg. Ik zie in de chat een vraag voorbij komen die al beantwoord is. Zijn er nog andere vragen naar aanleiding van het verhaal van Sanneke? Wat ik nog wel goed vind, je hebt het niet heel expliciet benoemd, maar je noemt wel de parallel met de broeikasgasmetingen, maar ook het, welke type metingen waartoe bijdragen. Dat is ook, hè, dus die lokale metingen, die extensometer, is dus ook heel erg, net zoals de kamermetingen en allebei behoorlijke bodemmetingen, heel erg gericht zijn om het mechanistisch begrip in beeld te krijgen. Hè, en dat die andere metingen ook veel meer ruimtelijke variatie in beeld te brengen. Oh, ik zie toch een vraag. Wieger Groen. Ja, ik vroeg me eigenlijk af of er ook een relatie is gekeken naar regenval, de KNMI-gegevens. Ja, daar hebben we zeker ook metingen van. En daar hebben we eerste analyses van gedaan. Maar dat staat nog op de agenda voor komende tijd om daar wat dieper in te duiken. Maar dat nemen we zeker mee. En daar zien we op het eerste oog ook zeker relaties mee, ja. Dankjewel. Ik krijg hier een vraag in de chat. Hoe maak je de link tussen de verschillende schalen? Gebeurt dat op projectniveau of op een grotere schaal? Ik heb het gevoel dat we... Misschien eerst vraag, hoe maak je de link tussen de verschillende schalen? Ja, nou ja, om een voorbeeld te noemen. Bijvoorbeeld de extensometer metingen in het veld. Die worden gebruikt in de INSAR-analyses. Om de range te bepalen van in welke mate de bodem op en neer beweegt. En dat is bijvoorbeeld nodig omdat, ja, daar zal Ramon waarschijnlijk nog wat meer over vertellen. Maar zoals ik al zei, worden
gebruikt die techniek, maakt gebruik van radargolven. En een radargolf heeft een bepaalde afstand, kun je zeggen. En de deformatie wordt dus afgeleid van die verschillen in fase die je van de reflecterende golf. Maar het kan zijn dat je zeg maar een verschil in fase plus een hele fase meet. Of plus twee hele fasen. Het is misschien een zeer complex verhaal. Ramon kan het misschien beter uitleggen. Maar en dan, als je dan ongeveer die orde grootte van beweging weet, kun je daar betere schattingen van maken. Dus ja, dat is één voorbeeld van voor hoe we die lokale metingen gebruiken. En natuurlijk geeft het uiteindelijk ook, als je heel lang meet, geeft het ook geeft het ook gewoon die lange termijn bodemdaling weer. En ja, dat kun je ook weer gebruiken inderdaad voor je modellen, zoals ik eerder vertelde. En de vervolgvraag, is dat op projectniveau of op een grotere schaal? Ik weet niet helemaal wat daarmee bedoeld wordt. Of we binnen dit programma dat doen? Is dat de vraag aan Leen de Vos? Ja, dat ben ik. of dat je dat dan effectief in Nederland op grotere schaal probeert toe te passen, die koppeling. Maar het vorige antwoord was daar eigenlijk dan al een deel antwoord op. Okay. Als je dat koppelt aan die INSAR-meting, was wel duidelijk voor mij. Yeah. Oké, de vraag is voldoende beantwoord. Dankjewel. En ik heb nog een vraag van Merit. Waarom draagt de verzadigde zone zoveel bij aan de fluctuatie? Kun je daar nog iets over zeggen, Sanneke? Ja, vaak is die verzadigde zone is ook veel dikker dan die onverzadigde zone. En als je daar dan veranderingen in je grondwaterstand krijgt, werkt dat dus door op een veel dikkere bodemlaag. En ja, dat zagen we ook mooi in het verschil. Hè? In Zegveld met die dikke laag en in Friesland met die wat dunnere veenlaag. In Zegveld wordt echt een heel belangrijk deel ook veroorzaakt door veranderingen in waterdruk in die verzadigde ondergrond. Dankjewel. Ik vermoed dat voldoende jouw vraag beantwoord, Merit. Dan stel ik voor dat we doorgaan met Ramon. En misschien dat Ramon ook nog even iets in kan gaan op het laatste punt, op het vorige punt wat Sanneke zei over het verschil in type metingen en schaalniveaus. Ramon Hansen is hoogleraar geodesie, dat is landmeetkunde in Delft. Hoogleraar geodesie en satelliet aardobservatie aan de TU Delft. En hij zal de laatste ontwikkelingen in zich van het gebruik van INSAR voor het meten van bodembeweging toelichten. Hij werkt met vele mensen samen, maar dat zal Ramon zelf wel even toelichten. Ja. En jou het woord, Ramon. Dankjewel. Kunnen jullie maar zo horen? Je bent heel goed te verstaan. Goed, prima. Ja, dankjewel. De vraag was inderdaad om iets te vertellen over het meten van bodembeweging met INSAR. En eigenlijk kan ik daar al meteen bij aangeven, dat kunnen we eigenlijk niet. We kunnen eigenlijk geen bodembeweging meten met INSAR. INSAR is een radartechniek. En met een radar kun je geen beweging meten. Je meet een voltage in een antenne van een instrument. Dus eigenlijk praten we meestal over het schatten van bodembeweging. Die metingen zijn namelijk totaal iets anders. En ik leg daar de nadruk op omdat het belangrijk is om in te zien dat je dus eigenlijk een aantal verwerkingsstappen moet uitvoeren wil je tot bodembewegingsschattingen komen. Daar zouden we eigenlijk al meteen mee kunnen beginnen met als we kijken naar het begrip hoogte. Hoogte is eigenlijk waar we het over hebben, de verandering van hoogte. En hoogte zelf kun je eigenlijk niet meten. Ik zou zelf geen enkele techniek weten waarmee je hoogte kunt meten. Wat we wel kunnen meten zijn hoogteveranderingen of hoogteverschillen. In de ruimte is het verschil tussen de hoogte is op twee verschillende punten. En we kunnen in de tijd kijken, dan noemen we het hoogteveranderingen. En als je die twee combineert, dan krijg je zogenaamde hoogteverschilveranderingen. Dat is een heel mooi lang woord. En als je nu kijkt van waar die verschillende meettechnieken die we gebruiken, ook die Sanneke net aangaf, hoe we die inzetten, dan zie je dat waterpassen, dat zit eigenlijk, dat meet geen hoogte, dat meet hoogteverschillen, vrij direct. Roland gaat het straks hebben over laseraltimetrie of LIDAR.
Nou, dat is eigenlijk net als radar, daarmee kun je helemaal geen hoogte meten. Je meet tijd, je meet hoeken en voltages en detectoren. Maar daaruit kun je dan wel hoogteverschillen vastleggen of schatten. En INSAR is dan eigenlijk een techniek die ook weer andere dingen meet. Tijd, voltages, fase. En daarmee meten we eigenlijk direct hoogteverschilverandering. En dat is eigenlijk een belangrijk verschil om naar te kijken. Dus de basisgrootheid die we afleiden met INSAR is met direct een hoogteverschilverandering. Dat heeft een aantal voor- en nadelen. Het nadeel is dat we dus geen hoogteverschillen direct kunnen meten. Zoals bijvoorbeeld laser dat wel kan, of LiDAR dat wel kan in één keer. Dat kunnen wij niet. We hebben altijd twee metingen nodig. Het grote voordeel daarvan is dat we qua precisie en door de radiogolven die we gebruiken, dat we heel erg precies die hoogteverschilveranderingen kunnen meten. Er is ook nog een voorbeeld van hoogteverandering en dat is zwaartekracht. Als je absolute zwaartekracht meet, dan leid je eigenlijk een versnelling af en daaruit kun je direct hoogteverandering meten. Ik begin even met deze slide om aan te geven dat hoogte zelf eigenlijk dus een grootheid is die we gewoon niet kunnen meten. We kunnen hem wel afleiden uit andere. Dus als we hoogteverschillen hebben en we gaan integreren, of als we hoogteveranderingen hebben en we gaan integreren, dan kunnen we hoogte afleiden. Maar daar hebben we andere kennis dan nog voor nodig. Andere referentiepunten nodig, hebben we afspraken nodig. Nou, dan de stap naar INSAR. INSAR is eigenlijk, zou je kunnen zien als een familie van dataverwerkingstechnieken om uit complexe radarbeelden geometrie of geometrieveranderingen te schatten. Dus het is ook eigenlijk niet één techniek, het is eigenlijk een hele familie van technieken. Dus je kan met dezelfde data, kun je, als je andere keuzes maakt in de dataverandering, in de dataverwerking, kun je heel veel verschillende producten genereren. En als je naar INSAR kijkt, is dat eigenlijk een stapeling van afkortingen. We beginnen met radar. Dat is, staat voor radio detection and ranging. Dat geeft aan dat we met radiogolven werken. Dus veel langere golflengtes dan met licht, zoals bijvoorbeeld bij laser. Nou, dat gebruiken we dan om SAR te doen, synthetische apparatuurradar. Dat is een techniek waarmee we die radar gebruiken om plaatjes te maken, als het ware, met pixels. En waarbij we voor elk pixel dan een bepaalde waarde kunnen krijgen. En INSAR is dan weer een stapeling daarop waarbij we die SAR-beelden die we dan achtereenvolgens in de tijd opnemen, interferometrisch verwerken. En daarbij kunnen we de fase gebruiken, zoals Sanneke al aangaf, om bodembewegingen te schatten. Nou, hoe ziet dat eruit? Als je naar zo'n satelliet kijkt, die ziet er bijvoorbeeld zo uit. Dit is er eentje, we hebben er verschillende. Dit is een andere, die doet in principe hetzelfde. En al die satellieten die sturen radiogolven naar het aardoppervlak. Ik gebruik hier even dit plaatje als voorbeeld. Dus hier zien we een oude satelliet vliegen. Hier zien we Nederland vanaf het noorden gezien met het IJsselmeer hier. Met wolken erboven. En als je hier met een radarbeeld naar kijkt, dan valt als eerste op dat je die wolken niet hebt. Je kijkt dus met zo'n lange golflengte, kijk je dwars door de wolken heen. En dus in tegenstelling tot heel veel optische technieken zijn we niet afhankelijk van wolkendek. Daar kunnen we doorheen kijken. En we zijn ook niet afhankelijk van de zon. We hoeven ook niet, het is geen foto. Dus we sturen zelf eerst een radargolf uit. En we wachten tot die reflectie terugkomt. En die gaan we dan verwerken. Dus dat is het belangrijke voordeel daarvan. En op die manier kunnen we dus eigenlijk de aarde opnemen. Nou, die satellieten die hangen niet stil zoals op dit plaatje. Maar die vliegen rondjes om de aarde. Dat is hier aangegeven. En terwijl ze die rondjes vliegen, draait de aarde daar als het ware onderdoor. En het gevolg daarvan is dat na verloop van tijd de aarde zoveel rondjes heeft gedraaid en de satelliet zoveel rondjes heeft gevlogen, dat je weer op hetzelfde tijdstip in de ruimte uitkomt ten opzichte van de aarde. En dat noemen we de herhalingstijd. Dus voor één satelliet, afhankelijk van de satelliet die we gebruiken, is dat ofwel 11 dagen, 12 hebben satellieten die zijn 14 dagen, 16, 24 dagen is nu ook een orbit. Dus op die manier kunnen we eigenlijk met dat herhalingsinterval kunnen we het aardoppervlak aftasten. En rechts onderin zie je dan hoe die radar dat doet. Als je nou alleen naar Nederland kijkt, wat dat nou betekent voor Nederland, dan zie je eigenlijk van nou, die satelliet die vliegt een keertje naar de Noordpool toe, die vliegt een keertje naar de Zuidpool toe. En op die manier bedek je eigenlijk als verloop van tijd het hele aardoppervlak en krijg je voor elk pixeltje in zo'n plaatje krijg je een reflectie terug. En daar kun je wat mee, die kun je gaan verwerken. Nou, als dat herhalingsinterval 12 dagen is, hebben we inmiddels ook systemen met twee satellieten. Dan hebben we dus, deel je door twee, dan kom je op 6 dagen. Omdat we dan de klimmende banen en de dalende banen hebben, wordt het ook nog een keertje door twee gedeeld, dan kom je op 3 dagen. En doordat
we in Nederland op een breedtegraad liggen, dat die beelden elkaar overlappen, zoals je in het plaatje ziet, hebben we uiteindelijk ook nog een keer een factor 2. Dus je kan eigenlijk zeggen dat we een waarnemingsinterval hebben van 1,5 dag. Dus pak een beet 1,5 dag hebben we weer een nieuwe waarneming van een bepaalde vierkante meter op het aardoppervlak. Nou, radar die zendt pulsen uit, die belicht daarmee een bepaalde strook hier in geel aangegeven. En voor elk pixeltje krijgen we dan een amplitude en een fase. 2 waarnemingen per pixel. Nou, dat zien hoe dat eruit ziet. Dit is een plaatje van de stad Delft waarbij je die amplitude ziet. Dat zijn grijswaarden aangegeven. Als het licht is heb je een grotere amplitude. Als het donker is, bij dit meer hier bijvoorbeeld, dan heb je een lage amplitude. Nou, die fase, als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk helemaal niks aan. Dat zijn namelijk willekeurige getallen tussen min pi en plus pi of tussen 0 en 360 graden. En daar kunnen we dus eigenlijk niks mee. Maar als we nou 2 van die beelden hebben en we trekken ze van elkaar af, dan wordt die fase in 1 keer wel bruikbaar. Ik zal daar zo meteen nog iets meer over vertellen. En dat zie je hier, dus die kleurtjes hier geven eigenlijk geometrieverschillen aan, zou je kunnen zeggen. Nou, wat is die fase nou precies? Nou, dat kun je het beste zien als je dus de afstand tussen de satelliet en een bepaald pixeltje op de grond bekijkt. Dan is die afstand R hier, die wordt afgelegd 2 keer. Hè, dat signaal dat gaat daar naartoe en gaat weer terug. En die afstand drukken we dus niet uit in meters, maar die drukken we uit in graden of in radialen. En dat kun je dus eigenlijk zien als dat golfje wat hier getekend is. En één zo'n golfje hier is bijna 6 centimeter lang. En eigenlijk zou je dus, als je die afstand wil tellen, wil weten, moet je het aantal golfjes tellen die dat signaal heeft afgelegd. Nou is het probleem dat zo'n fase, zo'n hoek of in graden, die kun je alleen maar tussen 0 en 360 graden meten. Dus die kunnen we helemaal niet meten met zoveel cycli. Dus eigenlijk het enige stukje wat we kunnen meten is de zogenaamde fractionele fase. Dat is het laatste stukje wat je hier ziet. En alle rest, al die andere hele golfjes, die kunnen we niet meten. En dat kun je een beetje proberen weer te geven. Ik heb het hier even met het plaatje van Max Verstappen in een race op een bepaald circuit aangegeven. Ik weet niet of het Max is die hier voorop rijdt, maar als je hier naar kijkt kun je dus eigenlijk zeggen, je weet nu waar die zich op het parcours bevindt. Maar uit deze foto weet je niet hoeveel rondjes al hebben afgelegd of hij hier de laatste wagen is en ingehaald wordt door de rest. Dat weet je allemaal niet. Je weet alleen dat hij op dit moment op deze locatie is. Nou, dat is precies hetzelfde zoals wij ons probleem moeten oplossen eigenlijk. Dus het totale aantal cycli van de hele afstand weten we niet. We weten alleen het laatste stukje hier. Nou, het mooie is nu dat als nou dat pixeltje hier verandert in de tijd. Laten we dat hier eens aangeven. Stel dat pixel zit op tijdstip T1 zit het hier en op tijdstip T2 is het een klein beetje gezakt. En laten we even aannemen dat die satelliet op dezelfde plek zit voor het gemak. Dan kunnen we dat dus heel precies meten. Omdat die golflengte die was zeg 6 centimeter. En we kunnen makkelijk een hele kleine fractie van die golf meten. Net zoals als je naar de klok kijkt tussen 0 en 12 uur kun je heel makkelijk een minuut aflezen. Nou, zo kunnen wij dat ook. En daarmee heb je eigenlijk al vrij snel zit je op een precisieniveau van onder de millimeter. Dus dat geeft een hele precieze meting. Nou, dan hebben we dus satellietdata. Dan moeten we eigenlijk van tevoren weten van waar zijn we nou in geïnteresseerd. En dan ga je kiezen voor een bepaalde dataverwerking. Daar komt dan informatie uit die zegt iets over de stabiliteit van dat specifieke pixel. En dit is een belangrijk plaatje omdat dit aangeeft dat als je dus een andere keuze maakt. Hè, stel je bent bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in het maaiveld van het weenweidegebied, maar je bent geïnteresseerd in het bewegen van een brug bijvoorbeeld. Dan maak je een andere keuze, krijg je een andere dataverwerking, komt er dus een ander resultaat uit. Dus het is een hele familie van technieken. Nou, als je dus bedenkt van wat ziet die satelliet dan op het aardoppervlak, dan is dat natuurlijk heel verschillend. Hè? En ik heb hier links even een beetje uitdagend zeg maar, dit plaatje aangegeven. Dit is ook bodemdaling, maar waarschijnlijk niet de bodemdaling waarin iedereen geïnteresseerd is. Tenzij je bijvoorbeeld in een rolstoel hier over deze weg gaat. Aan de rechterkant zie je de bodemdaling in Groningen door de gaswinning. Dat is totaal iets anders. Maar die satelliet die ziet natuurlijk alles. Je moet dus keuzes maken van wat je nou wil weergeven. Waar je in geïnteresseerd bent. We hebben inmiddels nu dus, die kennen jullie waarschijnlijk. We hebben 2 datasets online gezet. Op bodemdalingskaart.nl. Dat geeft eigenlijk wel heel mooi aan. Dat zijn eigenlijk dezelfde data. Maar het zijn eigenlijk 2 verschillende producten die daar worden getoond. Dus aan de linkerkant zijn stukken van 2x2 kilometer. Waarbij we geprobeerd hebben om diepe en ondiepe bodembeweging te scheiden. Aan de rechterkant hebben we
reflecties van enkele punten laten zien. Totaal ander plaatje, dezelfde data, dus een andere verwerkingstechniek. Het hangt af van waar je in geïnteresseerd bent. Nou, dat eerste plaatje hier, de linker, wilde ik even laten zien om even een gevoel te geven. Als je naar die website gaat en je klikt op ondiep, dan krijg je dit plaatje te zien. En hierbij zie je dus dat de bodemdaling in Groningen al niet meer te zien is. Dat heeft een diepe oorzaak. En door de dataverwerkingstechniek, de keuze die we hier gemaakt hebben, komt dit plaatje eruit rollen. En als je dat vergelijkt met de bodemgesteldheid, de bodemsoorten hier, dan zie je dat het eigenlijk heel aardig overeenkomt met de paarsige gebieden hier. Dat zijn de veengebieden. Als we daar een lijntje omheen trekken en we schuiven dat naar de andere kant, dan zie je eigenlijk heel aardig dat het mooi matcht. Dus al die plekken waar er dus veel slappe bodems is, om het zo maar even te zeggen, daar zie je ook beweging. Je ziet overigens ook bijvoorbeeld hier in het zuiden van Flevoland dat er ook beweging is in de kleigebieden. En die wel wordt waargenomen, maar die heeft dan dus blijkbaar weer een andere oorzaak. Nou, een belangrijke vraag die altijd opkomt, is die precisie. Hè? Dat blijft altijd een beetje een lastig ding. Dat probeerde ik uit te leggen hier. Laat ik maar beginnen met de stelling. De precisie van de fasemeting die we hebben. Van de meeste satellieten die we nu gebruiken. Het varieert een beetje, maar die is ongeveer 0,3 mm. Dat is 1 sigma van de verdeling. Dus 1 standaardafwijking. Het probleem is echter dat die fase die we dan hebben, dat is niet direct bodemdaling, dat is eigenlijk de optelsom van 2 componenten. Een geometrische component en een reflectieafhankelijke component. En hier heb ik even over nagedacht over hoe ik dat het beste zou kunnen uitleggen. En ik zou dat eigenlijk op deze manier willen doen met een voorbeeldje. Stel dat ik iemands lengte zou willen meten hier. Dit meisje hier, gaan we kijken hoe lang zij is. Dan kunnen we dat op deze manier doen. Maar stel dat het meisje hakken draagt. Dan weten we, dan gaan we een fout maken. Hè? Dat die optelsom van die hakken plus de lengte van het meisje zelf, die gaat ons een foute lengte opleveren. Dat is niet de echte lengte van het meisje. Nou, als we dat nou een tijdje later nog een keer doen, het meisje is inmiddels gegroeid. En ze heeft nog steeds dezelfde schoenen aan, de voeten zijn niet zo gegroeid, dan maken we nog steeds een fout. Het gaat verkeerd. Wat we wel kunnen doen, als we nou geïnteresseerd zijn, is hoeveel is dat meisje nou gegroeid, dan kunnen we die twee metingen eigenlijk wel prima van elkaar aftrekken. Omdat dan die hakken eigenlijk wegvallen. De verschilmeting maakt het niet meer uit dat het meisje hakken aan heeft gehad. We kunnen dan eigenlijk prima een lengteverandering meten. Dus in dit geval, als dat meisje dus dezelfde hakken zou blijven dragen, gaat dat goed. Nou, je kan je ook voorstellen, stel dat het meisje nou toch andere schoenen krijgt en de voeten groeien mee, we krijgen andere hakken, dan krijgen we dus een fout. En dan krijgen we dus ook bij die lengteverandering krijgen we een fout. Nou, dit is het probleem wat we hebben bij INSAR. Dus omdat we de optelsom hebben van 2 componenten, is het hartstikke mooi dat we die 0,3 mm precisie hebben van de fasemeting. Dus wat het instrument kan doen. Maar we hebben eigenlijk nog steeds het probleem dat voor elke pixel in het plaatje er eigenlijk een andere kwaliteit is. En daar kun je dus eigenlijk niks aan doen. Elke vierkante meter op het aardappelvlak ziet er nou eenmaal anders uit. Daar gebeuren andere dingen. En daar kun je niks aan doen als je dat probeert te meten. Dus het gevolg hiervan is eigenlijk wel interessant. Dat is namelijk dat die precisie van INSAR, die vraag die heel vaak gesteld wordt, het is dus eigenlijk geen gegeven, maar dat is een keuze. Die hangt namelijk ervan af van welke punten of locaties ik wil bekijken. Ik kan heel makkelijk een keuze maken waarbij ik hele precieze metingen krijg en dan gooi ik gewoon heel veel andere data weg. Maar goed, als ik op andere plekken graag een meting wil hebben, dan maak ik dus een andere keuze, een bepaalde dataverwerkingsmethode. En dan wordt dus ook de precisie van de resultaten, die wordt anders. Dus de precisie van INSAR is niet iets wat intrinsiek gegeven is, maar is eigenlijk gewoon een keuze. En die is daarmee dus ook afhankelijk van het doel wat ik heb. Nou, we komen nu uiteindelijk het veenweidegebied, daar zijn we in geïnteresseerd. Dus even aangeven van waar zijn we tot nu toe in staat. Nou, we maken inmiddels gebruik van transponders, zoals Sanneke al liet zien. En dat geeft ons de mogelijkheid om even de precisie van de techniek echt op zijn eigen merites te bekijken. En te zien, vanuit zien we de bodembeweging? Nou, dat laten we hier op een plaatje zien voor een site in Assen-Delft. Ik zal het plaatje even uitleggen. Op de horizontale as staat de tijd. In de verticale as staat de relatieve verticale positie. En de stippellijn die je ziet, dat is de extensometer die Sanneke liet zien. Dus dat is, laten we maar zeggen, de waarheid. Of dat is, ligt in ieder geval heel erg dicht bij de waarheid. Dat is een hele precieze meting, dedicated uitgevoerd om die bodembeweging te meten.
de vier kleurtjes die hier zitten, dat zijn eigenlijk die vier verschillende gezichtspunten van de radarsatelliet. En die volgen dus eigenlijk deze lijn best wel redelijk goed. Dus we zien hier eigenlijk dat die met de techniek zien we de bodem omhoog en omlaag gaan. De zwarte puntjes erboven en naar beneden, dat zijn die ambiguïteiten, de meerduidigheden als ik dus een hele cyclus verkeerd zit. Dus als ik zeg maar een fase sprongetje zou missen, dan kom ik eentje hoger of eentje lager uit. En dat gebeurt hier dus eigenlijk niet, kun je laten zien. Als je naar de precisie kijkt van hoe match dat nou tot elkaar, dan zit je hier op een, kom je op een RMS van 3-4 mm uit, zeg maar, met het vergelijken van al die gegevens. Dus dat is al door het feit waar ik naar kijk, zit ik al niet meer op die 0,3 mm die het instrument kan doen. Maar in deze omstandigheid haal ik dit. Nou is natuurlijk de volgende stap is de vlakdekkende meting. Daar willen we naartoe. En daar zijn we nu ook redelijk bij aanbeland. Dit is een voorbeeldje van als je dus de reflecties krijgt van wat hardere infrastructuur. Dat zijn deze puntjes die je hier ziet. Dit is de locatie zegveld. Hier staat een instrument in het veld waar we dus heel precies GPS-gegevens hebben. En een goede radarreflector. Maar die GPS-gegevens die zijn hier aangegeven. Dus daarmee kunnen we goed volgen wat dat specifieke punt doet. En eigenlijk is onze strategie nu dat we vanaf dat punt eigenlijk connecties gaan maken. Dus hoogteverschillen en hoogteveranderingen. Dus hoogteverschilveranderingen tussen alle andere punten die eromheen zitten. Dus de goede punten die we makkelijk kunnen meten. En vanuit die punten gaan we dan naar de percelen toe. En gaan we voor elke perceel gaan we kijken hoe dat perceel zich dan beweegt ten opzichte van die referentiepunten. Nou, daar hebben we nu de eerste goede resultaten uit. Laten we even naar het rechterplaatje kijken. In het rechterplaatje zien we tijd op de horizontale as. De zwarte lijn is de extensometer. En die was hier begin 2020 geïnstalleerd. Daarvoor was die er nog niet. En de blauwe lijn zijn nu de INSAR data die we uit de verwerkingstechniek die we nu hebben gekregen. En hier zie je dus heel duidelijk allerlei seizoensbewegingen. De effecten van neerslag en uitdroging zie je hierin. En je ziet een langzaam gestage daling. Nou, dit is per perceel. Dus dit is een van de percelen die je hier in het middelste plaatje ziet. En hiermee geven we dan eigenlijk de geschatte lineaire gemiddelde snelheid per perceel aan. Nou, dit is eigenlijk de bedoeling. Hier willen we naartoe. Dit zijn we nu aan het valideren. Die extensometer en die transponder die dienen ter validatie. En het doel is dus dat we dit nu opschalen om te gaan uitvoeren over het hele Veenweidegebied. Nou, afsluitend, 6 punten. Ik heb het gehad over INSAR, dus radarinterferometrie vanuit satellieten. Het grote voordeel daarvan is dat we dus bijna dagelijkse metingen hebben. Dus het is heel frequent. En die data die worden sowieso al opgenomen. Daar hoeven we geen keuze voor te maken. Die satellieten die zijn er nou eenmaal. Dus het enige wat we moeten doen is de juiste verwerkingstechniek zien te verzinnen. Voordeel is, we hebben vlakdekkende meting. Elke pixel is een meting, maar zoals ik al liet zien, het is een keuze van welke pixels je wilt laten zien. En of je meer ruis accepteert of minder ruis accepteert. Dus die doeltreffendheid voor een specifieke toepassing, die hangt van die toepassing af. Millimeter precisie, dus dat instrument kan echt minder dan een millimeter meten, ook al zit hij op 800 kilometer hoogte. Maar die ruis is per pixel afhankelijk van de locatie en die is ook wel afhankelijk van de toepassing en van het specifieke gebied waar ik naar kijk. Het is niet één product. Hè. We hebben het soms wel eens over het INSAR-resultaat. Nou, dat bestaat niet. Er zijn honderdduizenden INSAR-resultaten zelfs. Al zou je dezelfde beelden gebruiken, hangt het af van de dataverwerkingstechniek wat je daaruit krijgt. Dat is echt een keuze. En tot slot, we hebben laten zien dat het schatten van bodembeweging van het maaiveld voor Veenweidegebied, dat is echt mogelijk. Dat gaat lukken. Er zijn ook nog haken en ogen. Het is echt een volop het is een onderwerp van onderzoek. Dus ik zou niet willen zeggen dat het een operationeel product is hier. Maar we hebben in de laatste jaren wel enorm veel voortgang geboekt. Dus we gaan hier gewoon rustig mee door. Dank u wel. Dank je wel, Ramon. Ik heb al meerdere keren naar mogen luisteren en elke keer denk ik, oh, het wordt heel moeilijk. En aan het eind breng het toch bij elkaar. Dus dat is heel fijn. En het is in ieder geval voor ons heel geruststellend om te weten dat die koppeling met de extensometers ook goed lijkt op te lopen. Dus dank. Ja.
Er is een vraag. Is er een verschil tussen de datakwaliteit tussen droog en nat veen, wordt hier gevraagd. Ja, dat is er. Dus eigenlijk je kan eigenlijk zeggen dat elk pixel is anders, maar ook elk tijdstip is anders. Hè. Dus op het moment dat het gras groeit of het gras gemaaid wordt, dan krijg je toch net even een klein beetje andere reflectie. En dat geldt ook voor of het vochtig is of minder vochtig is. Hè. Dus dat zal zorgen tot verandering, kleine verandering. In de dataverwerking noemen we dat ruis. En het hangt ervan af of die ruis zeg maar overkomelijk is of niet. Wanneer je bijvoorbeeld een heel perceel zou omploegen, dan is het onoverkomelijk. Dan zijn we eigenlijk kunnen we het niet meer aan elkaar knopen. Dan zijn het echt appels en peren, die kunnen we niet meer met elkaar vergelijken. En dan moeten we eigenlijk opnieuw beginnen. En dan proberen om voor het omploegen en na het omploegen weer aan elkaar te verbinden. In de praktijk is het zo dat als je dus nat of droog veen hebt, of nat of droog gras, dat die ruis eigenlijk wel meevalt. Dus dat kunnen we eigenlijk wel redelijk goed volgen. Oké, dankjewel. Hier wordt gevraagd sinds wanneer er al Instadata beschikbaar is. Dus hoe lang kunnen we terugkijken? Sinds 1992. 91 is de eerste satelliet gelanceerd. Sinds 92 hebben we eigenlijk de eerste goede data. Dat is allemaal een behoorlijke tijd. Dankjewel. Ja. Er wordt gevraagd wanneer verwacht je dat dit systeem operationeel is? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Hè. Dus die hangt af van wanneer je tevreden bent met het resultaat. En ik denk eigenlijk dat zal voor iedereen verschillend zijn. Hè. Kijk, het zou best zo kunnen zijn dat we uiteindelijk op een product uitkomen waar we dus af en toe toch gaten in de tijdserie hebben. Hè. Het zal niet perfect zijn. Ik durf wel te zeggen dat op dit moment dat we wel bijvoorbeeld de seizoensgebonden beweging en de korte tijdsvariabiliteit, die halen we wel redelijk goed eruit. Dus dan zijn we er eigenlijk bijna al. Voor de lange beweging is het lastiger. Dat gaat nog wel even duren. Ja, dankjewel. Ja. Hier wordt gevraagd, hoe ga je om met kleine velden in veengebieden in relatie tot de waarnemingsgeometrie? Sloten, velden geven mixed observatie en daarmee in de verwerking een verstoring. Ja, nou, het is niet zozeer een verstoring. Hè. Wat we gebruiken de perceelgrootte eigenlijk om te kunnen middelen. Hè. Dus weidegebieden, landbouwgebieden in het algemeen zijn nou eenmaal veel ruiziger, zijn veel lastiger te volgen dan een huis of een lantaarnpaal. Dus een manier om dat te voorkomen, om daar omheen te komen, is om te middelen en meerdere pixels bij elkaar te nemen. Dus als je mag aannemen dat als je binnen een perceel en binnen één grondgebruik en één grondsoort zit, dat dan de beweging vergelijkbaar is binnen zo'n gebiedje, dan is het geoorloofd om te middelen. Nou, als het perceeltje dan te klein is dat je niet meer kunt middelen, wordt de ruis eigenlijk te groot. En dan op een gegeven moment wordt het natuurlijk ondoenlijk. Dus het is eigenlijk continu maatwerk. We moeten zorgen dat we voldoende pixels hebben om te middelen. Tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat we niet appels met peren gaan vergelijken. Dus dat percelen die andere grondgebruik hebben of een andere grondsoort hebben, die mag je natuurlijk niet op één hoop gooien. Helder, dankjewel. Dan een vraag van Nick Bos, maar ik snap hem zelf niet helemaal, maar misschien dat Nick hem toe kan lichten. Hoe schatten jullie de nauwkeurigheid van meten bodembeweging? Hoe schatten jullie de nauwkeurigheid van meten bodembeweging? Bijvoorbeeld meting 1 maart 1 jaar en meting 1 maart volgend jaar? Ja, ik vind dat hele mooie, die meting die op de vorige site, daar dacht ik van, hey, dat begint interessant te worden. Maar hoe groot is nu de afwijking waar je toch rekening mee moet houden? Is dat millimeterwerk dit laat ik op me inwerken. Ik zie wel een afwijking. Ja, en ik denk dan inderdaad van een perceel, een vierkante meter op dat perceel. Het ene jaar 1 maart, ene jaar andere jaar 1 maart. Hoe groot schat je de afwijking dan in, Ramon? Nou ja, dat 1 maart 1 maart, dat is niet zo relevant. Hè? Want we hebben gewoon de meting op het tijdstip dat we ze hebben. Hè? En dat is gewoon gegeven de satellietherhalingsfrequentie. Als je kijkt, ik weet niet of je daarop doelt, hè, het verschil tussen de zwarte lijn en de blauwe lijn hier, dat is het verschil tussen het extensometer en wat wij dan met deze verwerkingstechniek schatten.
Dit verschil kan komen doordat we nog foutjes maken in de techniek. Het kan ook komen dat bijvoorbeeld de extensometer natuurlijk die heeft een bepaald diepste anker en een bepaald ondiep anker. Nou, alles wat er onder dat diepste anker gebeurt, dat meet de extensometer niet. Dat meten wij wel. Je kan ook zeggen dat wij zitten aan het oppervlakte. Dus ook het gedeelte boven het bovenste anker zal misschien een rol spelen. Dus met andere woorden, je hoeft ook niet te verwachten dat het perfect die twee lijntjes op elkaar liggen. Dat zou ik ook niet verwachten. Tegelijkertijd kunnen wij ook nog best fouten maken in de schatting, waarbij we een kleine overschatting of een kleine onderschatting hebben. Het aardige nu, hè, dus, want die vraag was vroeger altijd veel moeilijker te beantwoorden. Nu zou je gewoon, als je zegt, van, nou, hoe goed is het nou, kun je gewoon de RMS nemen van die verschillen. En dan heb je in ieder geval een maat. Hè. Dat hebben we met die transponder gedaan. Nou, dan zit je zeg maar op een RMS van 3-4 mm zo'n beetje uit. Van moment tot moment. En als je dan dus langer wil middelen over de tijd, ja, dan reduceer je dat. Ik denk dat we dat is een getal waar je een beetje aan vast kunt houden. Een aantal millimeters. Ja, is dat voldoende antwoord, Nick? Ja. Ja, indrukwekkend. Ik denk dat het goed is dat we benadrukken dat we daarom ook verschillende technieken gebruiken. Omdat die het samenspel heel belangrijk is. Ik wil door naar de volgende spreker. Er staat volgens mij één vraag open, Ramon. Misschien dat je die tijdens de presentatie van Roeland kan beantwoorden. Ja. Want dan wil ik door naar Roeland. En Roeland de Zeeuw. Hij is Managing Director bij Shore Monitoring and Research. En hij gaat een presentatie geven over LiDAR. Wat weten we inmiddels over het meten van bodembeweging op middel van LiDAR? Nou, ik heb net laten vertellen dat hij dat niet bodembeweging meet, maar daar ga je vast helemaal verder op in. Dus aan jou het woord, Roland. Ja. Misschien nog even wat kiezen. Deze. Oké, doe ik nu. Ja, daar zijn we. Kun je het zo zien? Ja, zeker. En mij horen, mooi. Ik ben Roeland de Zeeuw van Shore Monitoring and Research. In de chat zit mijn collega Sean Zandbergen. Het praatje van Ramon heeft al een hoop duidelijk gemaakt, denk ik, van hoogteverschillen en hoogteverschilveranderingen. Het is ook wel een behoorlijk definitiekwestie. Voor het publiek hou ik het nu ook een beetje op de gebruikelijke bepaling van hoogtemetingen. Dat is inderdaad wel een samenstelling van allerlei afspraken. Maar om het even begrijpelijk te houden, ga ik daar wel op door. Ik ben het wel eens hoor met Ramon verder. Even aan te geven wie wij zijn, Shore Monitoring, en wat wij doen met LiDAR. Eerst een inleidende slide. We zijn sinds 2010 bezig met het meten van hoogtes en de hoogteverschilveranderingen aan de kust, oevers, dijken, rivierbekkens. Dat doen we met allerlei conventionele technieken, GNSS, sonar, fotogrammetrie. Later zijn daar drones bijgekomen. Wij zijn het eerste bedrijf geweest die een LiDAR onder een drone hebben ingezet. Dat is inmiddels 10 jaar geleden. Dat hebben wij gedaan vanuit de overtuiging dat een betere meettechniek is dan de technieken die tot die tijd gebruikt werden. Om een betere meting van het maaiveld te krijgen in plaats van de vegetatie die erop staat. We zijn sinds 2018 betrokken bij de NOBV-projecten via de Altaris. En we zijn daar, wij doen daar de LiDAR-metingen. We zijn bezig met GNSS-loggers om een soort low-cost extensometer daarvan te maken. We doen de data-analyse van onze data en ook van de LiDAR-data vanuit de vliegtuigen. En we helpen met slimmigheidjes. Nou, waarom LiDAR? Mijn taak vandaag is om een beetje een indruk te geven van wat is LiDAR en waarom zou je dat nou überhaupt willen inzetten en waar gebruiken we het in de normale omgeving voor. Nou, het is een hele goede techniek om grote gebieden vanuit de lucht efficiënt in kaart te brengen. Dat gebeurt met vliegtuigen, maar dus ook steeds vaker met drones. Je krijgt een ontzettend hoog ruimtelijk detail. Je moet denken aan per vierkante meter puntdichtheden die standaard zijn voor LiDAR met een drone aan 200 punten per vierkante meter. Dat is dus elke paar millimeter een puntje.
Vanuit vliegtuigen is die resolutie ietsje lager. Denk aan 10 meter of 10 punten per vierkante meter. Kan ook hoger, maar dan zal het vliegtuig vaker over moeten komen. Het voordeel van LiDAR onder een drone is dat je heel dicht bij het meetoppervlak bent. Daardoor worden een aantal fouten in de meetopstelling werken minder lang door, omdat de afstand tot het meetoppervlak gewoon kleiner is. Maar je kan ook veel schuiner naar objecten kijken, waardoor je ook zijkanten beter in beeld hebt dan als je dat doet vanuit de satelliet of vanuit een vliegtuig. En de toepassing is eigenlijk legio. Alles om je heen wat je ziet kan ingemeten worden. En in Nederland wordt ook heel veel ingemeten. En dat varieert van natuurgebieden waar de bodemhoogte of gewashoogte van belang is. Ten kaart brengen van gebouwen. Aan de binnenkant van gebouwen wordt het ook gebruikt. Laserscanners op statieven of lopend. Infrastructuur, snelwegen, verkeersknooppunten. Eigenlijk alles wat je maar kan bedenken. De civiele techniek en ruimtebeheer. Kun je het voor inzetten en wordt het ook ingezet. En een aantal plaatjes die je ziet in deze slide. De kleuren geven de hoogte aan. De rode kleur is een hoge hoogteligging. En blauw is lager. Nog een plaatje daarvan. Wat je met drone LiDAR opnemen. Spanningskabels, masten, lantaarnpalen. Als je ergens een gedetailleerd puntenrok of hoogtebestand van wil, dan is LiDAR een super efficiënte methode om dat voor elkaar te krijgen of in te winnen. Nou, en waarom nou specifiek LiDAR en waarom werken wij daarmee? Wij en onze klanten zijn vaak geïnteresseerd in de bodemligging onder vegetatie. Het gaat vaak over hoogtes van de bodem, het gaat over volumes van duinen, van dijken en niet zozeer wat daarop staat. En in het begin werd vooral vanuit vliegtuigen LiDAR ingewonnen. Dat gebeurde niet vaak. En met drones werd het met foto's gedaan. Maar met die foto's heb je vaak de bovenkant van de vegetatie te pakken. En het plaatje linksonder in beeld. Daar geven de groene puntjes eigenlijk de kruinen van de bomen weer. De witte puntjes zijn de puntjes waarvan fotogrammetrie denkt dat het de bodemligging is. En de bruine puntjes zijn uiteindelijk echt de bodemligging en die worden door de LiDAR dan bemeten. Nou, in dit geval is dit onder bomen. En daar maak je dus al gauw een fout van tientallen meters in je bodemhoogte ligging. Nou, dat is voor heel veel projecten waar het gaat over waterveiligheid desastreus voor je modellering. Het rechterplaatje geeft dat ook weer. Het stroomgebied van een klein riviertje. En daar zie je in een dwarsdoorsnede, in dat gele rechthoek, zie je prachtig een dwarsdoorsnede van de vegetatie. En dan het onderste lijntje is uiteindelijk de lijn die van belang is voor hoe hoog het water kan komen. Daarom gebruiken wij veel LiDAR. Het is een actieve meting, net zoals dat de radar van Ramondië, die zendt een golfje uit en ontvangt iets terug. Dat is met LiDAR eigenlijk precies hetzelfde. En dat is fijn, ook ten opzichte van fotogrammetrie. Het geeft de mogelijkheid tot verbetering van de nauwkeurigheid. Ik kom hier later in de presentatie nog even op terug. Maar door een aantal post-processing stappen, of eigenlijk verwerkings, de familie van verwerkingstechnieken waar Ramon het over had, kun je het aanvankelijke meetproduct beter geschikt maken voor het doel waarvoor je het inzet. En je kan heel mooi in die puntenwolk, die zo'n meting oplevert, zaken klassificeren. Dus je kan zeggen, nou, hier ben ik niet in geïnteresseerd, ik wil naar de bodem toe. En in het aantal technieken toepassen, kun je dan op een vrij automatische manier, en soms ook nog wat handmatig, tot het gewenste product komen. En tot de hoogst mogelijke nauwkeurigheid. Nou, waarom nou LiDAR bij het NOBV-projecten? Er is een duidelijke wens om vlakdekkend het maaiveld op perceel en regionaal niveau zo nauwkeurig mogelijk in kaart te krijgen. Nou, als je dat met GPS-metingen of waterpasmetingen zou doen, dan heb je altijd puntmetingen of in het beste geval dan wat raaien, zoals Sanneke heeft verteld bij het waterpassen.
Maar LiDAR heeft nou juist die prachtige eigenschap dat je heel veel puntjes meet op een, en daarmee vlakdekkend een perceel in kaart kan brengen. En als je dat vanuit vliegtuigen doet, heb je dus iets minder puntjes. Dan kan je wel een groter gebied in kaart brengen. En als je dat met een drone doet, heb je veel meer punten. Het kost wat langer om hetzelfde gebied in kaart te brengen als een vliegtuig. Nou, kunnen we nou met die LiDAR de bodembeweging dusdanig nauwkeurig in kaart krijgen, wat van belang is voor de doelen van het NOBV. En kunnen we dan met LiDAR ook die effecten van die maatregelen in de bodembeweging in kaart brengen. Nou, één ding wat zeker is dat we van tevoren zeiden, dat kunnen we alleen gaan bekijken als we langjarig gaan meten. En dat heeft te maken met de meettechniek zelf. Daar ga ik zo verder op in. Wat in de loop van de monitoring sinds 2018 wel duidelijk is geworden, is dat er een aantal uitdagingen zijn wat betreft het meetoppervlak. En dat is dat het vaak nogal drassig is. Door de hoge grondwaterstand. Door het veen zelf. En dat er ook vaak vrij hoog vegetatie, gras, staat op de percelen. Wat aanvankelijk niet per se een probleem zou moeten zijn, maar kom ik zo meteen op terug waarom dat toch wel een beetje een groot ruiscomponent is gebleken. Eerst even de methodiek. We gaan met LiDAR onder een drone en dan een vliegtuig vliegen. Gaan wij met de laserscanner afstanden meten. We weten goed waar de scanner in het vliegtuig of de drone zit met gebruik van GPS en motion sensoren. Maar dat is op zichzelf niet genoeg. We zullen op de grond, net als Ramon heeft laten zien met zijn transponders en de vaste punten op de grond, iets van punten moeten aanbrengen waarvan we zeker weten dat ze niet bewegen. En dat hebben we in Zegveld onder andere gedaan met de paspunten, zoals je ziet rechtsboven in deze slide. En dat noemen we grondcontrolepunt. En die punten die zijn gedurende de hele meetreeks hebben die een vaste hoogte. Vervolgens kunnen we dan de LiDAR processen een aantal stappen en hebben we besloten als we die puntenwolk terugkijken, dan kijken we alleen naar de onderste punten in die puntenwolk. En de rest beschouwen we als ruis. Nou, even wat verder ingaan op de LiDAR componenten. Een LiDAR systeem, dus het is in tegenstelling tot radar is het LiDAR, het is Light Detection and Ranging. En de laserscanner die onder deze drone heeft gezeten, of daar nog steeds onder zit, die doet ongeveer 700.000 metingen per seconde. We zitten ongeveer 40, 50 meter hoogte boven het perceel. En we weten precies waar die laserscanner is, doordat er een GPS bovenop zit. En we weten ook precies wat de oriëntatie is van die laserscanner, omdat er een bewegingssensor op zit, een MRU. Dat is heel belangrijk, die twee, dat je weet waar je laserscanner zit en waar je motion sensor zit. Omdat je anders niet weet welke kant dat lichtgolfje, die laserstraal, naartoe gaat. Waar je die op richt en uit welk kant je hem terugkrijgt. Dus het is erg van belang dat als je gaat laserscannen, dat je precies weet waar je laserscanner is. Als die op een statief staat, is dat vaak op een vast punt. Maar nu zit hij onder een drone of onder een vliegtuig, dus die beweegt. Nou, daar heb je dus de GPS en de motion sensor voor. En die twee, die zitten in het systeem verwerkt. Die kun je achteraf postprocessen voor een hogere nauwkeurigheid. Een aantal stappen in die postprocessing zijn dat je de baan van waar de laserscanner geweest is gaat verbeteren. Dat doe je met referentiedata en allerlei algoritmes. En dan kun je van pak een beetje 3,5 centimeter naar ongeveer 1 centimeter nauwkeurigheid komen. Van waar je drone is. Vervolgens, je vliegt zo'n gebied, die percelen vlieg je in met vluchtlijnen. En die overlappen elkaar allemaal een beetje. Dus je weet van per vluchtlijn die je gedaan hebt, weet je welke punten daarvan afkomstig zijn. Nou, het plaatje linksonder zie je bijvoorbeeld drie kleurtjes. En datzelfde stukje land is dus tijdens die meting door drie vluchtlijnen bemeten.
het rechterplaatje laat dat ook zien. En dan in dit geval ook weer 3 vluchtlijnen. Groen, rood en blauw. En het bovenste plaatje is voordat er correcties op zijn toegepast. En je ziet dat er op zo'n dak bijvoorbeeld van een huis een kleine mismatch zit. Als je die gaat vereffenen, zo noemen we dat, dan krijg je een heel mooi plat dak. En je krijgt een mooie rechte muur. En dan is je puntenwolk in zichzelf dus een stuk nauwkeuriger geworden dan voordat je die stap toe hebt gepast. Dat gebeurt ook bij deze meetreeks, wordt het ook standaard toegepast. Dan de grondcontrolepunten. Links zie je zo'n grondcontrolepunt. En er zijn 3 metingen hier schematisch weergegeven. Meting 1, 2 en 3. En je ziet dat voordat je daar op die grondcontrolepunten een correctie hebt toegepast, zie je dat die een beetje boven, de een ligt er precies op en de ander ligt er een beetje onder. Nou, door dit stelselmatig te doen, om die puntenwolken dan naar die plaat toe te trekken, krijg je puntenwolken die in de tijd beter op elkaar liggen dan dat dat zou zijn als je dat niet zou doen. En omdat we naar de hoge meetnauwkeurig over een lange tijdserie naar op zoek zijn, om naar die millimeters tot centimeters bodemdaling over een lange tijd te komen, is dit een hele belangrijke stap om toe te passen. Hoe ziet dat er nou uit in zegveld? In het midden zie je de percelen die bemeten worden met LiDAR. De kleuren trouwens in het midden, dat is een beeld van een orthofoto noemen we dat. Die verkrijgen we doordat er ook een camera onder op de drone zit. Dus we hebben ook gelijk informatie over wat er op het perceel staat op dat moment van meten. Rechts zie je allerlei rode bolletjes op een bruggetje. We hebben ervoor gekozen, helemaal in het begin van de meetreeks, om alle onderheide constructies in te meten. En om daarna alle metingen te fitten op die constructies. Omdat dat de meest vaste punten zijn in zo'n gebied. Nou, daar gaat aardig wat werk in zitten in het begin. Maar daarna kun je die dus herbruiken bij elke meting die je doet. En links is dan een plaatje van een schoorsteen die we ook hebben ingemeten. En dan zie je wat, als we dat vergelijken met de meetpunten die we hebben en de laserdata. Zien we hoe goed die laser meting matcht met de aanvankelijke metingen van de grondcontrolepunten. En daarvoor wordt gecorrigeerd. Voor de rest zijn we in Zegveld ook grashoogtemetingen aan het doen. Waarom? Omdat we aanvankelijk dachten dat vegetatie en LiDAR een goede match waren. Maar in de loop van de tijd, tijdens de analyse van alle datasets, is wel gebleken dat dat met dat gras toch wel wat speciaals aan de hand is. En daarom zijn we nu op alle percelen ook de grashoogte metingen aan het combineren met de analyse van de data. Nou, hoe ziet dat er nou uit, zo'n drone? Dit is de drone niet echt. Dat is iets meer dan een meter doorsnede. De scanner draait rondjes en wij vliegen over de percelen heen. En dat is dus betrekkelijk laag zitten we. Dus dit is dan zegveld. Goed, hebben jullie een idee van hoe dat eruit ziet? Dat is leuk om even te laten zien. Hoe ziet nou zo'n puntenwolk eruit? Nou, dat is dit. De kleurtjes, blauw tot en met rood, dat zijn de hoogtes weer. En al dat paarse is wat we eraf filteren, omdat we vinden dat dat vegetatie is. Dit is een vrij grove filterlaag. Hierna komt nog een filterstap, maar daar zijn de verschillen wat minder goed duidelijk te zien voor jullie. Maar als je dat eraf haalt, dan hou je dit over. En dan zie je dat er onder de vegetatie ook nog punten overblijven. Dat is nou het mooie van LiDAR ten opzichte van fotogrammetrie. Anders zou je hele grote vlakken van dit gebied zouden geen data zijn, omdat je daar niks oogst, om het zo maar te zeggen. Nou, hoe ziet dat ruimtelijk op een perceel dan uit? De warme kleuren zijn weer hoog en de blauwe kleuren zijn weer wat lager, hoogteligging. En je ziet mooi dat er over zo'n perceel allerlei hoogteverschillen heel goed in kaart gebracht worden met deze meettechniek. Op zegveldschaal ziet het er zo uit. Links weer de hoogtekaart, rechts de orthofoto. En hier zie je dus heel mooi dat per perceel de verschillende hoogteliggingen zijn. Hoogteligging is. Dat is een gevolg van alle waterbeheer en proeven die daar worden uitgevoerd. Maar dat wordt dus prachtig in kaart gebracht met LiDAR. Gaan we dan naar de hoogteverschillen kijken.
Want daar zijn we in geïnteresseerd. Dan kunnen we dat weergeven, ook op een vlakdekkende schaal, met kleurtjes. En overal waar het blauw is, is de bodem gedaald ten opzichte van de vorige meting. En over waar het rood is, is de bodem hoger geworden. Nou, wat deze kaart eigenlijk goed laat zien, is dat er dus van de ene meting op de andere meting zien we bijvoorbeeld de T4, T3. Dan zien we dat er een bodemdaling heeft plaatsgevonden. En dan een meting verder zien we dat grote delen weer omhoog zijn gekomen. Je ziet ook dat het middelste deel, dat dat minder het geval is. En dat het gedeelte in het zuidoosten, dat wel forse stijgingen zijn binnen een paar maanden. Nou, dit signaal zien we eigenlijk over de hele meetreeks. En daar zijn we dieper ingedoken van hoe kan dit nou? En eventjes nog op het rechterplaatje ingezoomd. De fors rode kleuren en de lichtblauwe kleuren, dat zijn nou typisch plekken waarvan we dachten, hier is misschien wel het hoge gewas wat daar stond gaan groeien en in de vorige keer gemaaid. Goed, dat was een eerste indicatie van laten we eens kijken we moeten even opletten wat daar allemaal gebeurt op die percelen. Als we vervolgens gaan vergelijken met de waterpasmetingen en de extensometers. Dan beschouwen we eigenlijk de extensometer als de waarheid. Dat is het meest nauwkeurige instrument wat dat staat te doen. Maar die staat het wel maar op één punt te doen. Dan heb je de waterpasmetingen. Dat is de rode lijn die hier in deze grafiek staat. En dan hebben we de LiDAR-metingen. Dat zijn de oranje en de blauwe. En het verschil tussen de oranje lijn en de blauwe lijn is dat het om het hele meetgebied gaat. Dat is het blauwe. En de oranje zijn de percelen 11 tot en met 16. En die percelen, daar hebben we wat meer grip op het maaien. Of het maaibeleid eigenlijk. En daar worden ook de proeven gedaan die voor ons wat het meest relevant zijn. Maar wat je nu ziet is dat we eigenlijk de bodembeweging wel redelijk kunnen meten met LiDAR. Dus we volgen die seizoensvariatie redelijk goed. Maar wat je ook weer ziet, is dat bij de T5 en de T7 en de T9, dat er duidelijke pieken zitten en dat we daar dus door de extensometer heen schieten. Nou, als je daar verder naar op inzoomt, dan zijn dat, bleken dat, met name de invloed van het gewas te zijn. En dat hebben we zo schematisch proberen weer te geven. Als je ziet de meting van april, augustus en oktober, dan zien we eigenlijk, wij meten een kleine daling in de bodem. Of dus die zou er zijn volgens de extensometer. Maar we zien dat wij een hoogte of een verhoging meten. Nou, dat heeft allemaal te maken met het gewas. Dus als we dat gewas, op het moment dat het gras vrij kort is, kunnen wij redelijk goed met LiDAR de bodemligging benaderen of eigenlijk meten. Maar zo gauw het gras hoger is, dan zie je eigenlijk meer de beweging en de groei en de afname van of het maaien van de grashoogte dan de onderliggende bodembeweging. En dat is in dit plaatje nog eens weergegeven als het gras, wat we gemerkt hebben, ongeveer 15, 25 centimeter hoog is. Dan krijgen we eigenlijk met de LiDAR-metingen nog best wel wat punten op de bodem. Dat zijn die donkere puntjes. En die lichtere puntjes, die zijn dan meetpunten die in het gras blijven hangen. Nou, is dat gras nou niet gemaaid, dan raken eigenlijk maar heel weinig puntjes van de laserscanner die reflecteren nog op de grond. Het meeste sneuvelt eigenlijk daarboven al in de vegetatie. En we hebben met de boeren en de mensen die bezig zijn op die percelen geprobeerd om het maaimoment zo goed mogelijk af te stemmen met onze meetmomenten. En dat is zelfs op die schaal waar dus allerlei onderzoekers met elkaar bezig zijn, niet altijd even makkelijk en ook niet gelukt. Nou, tenminste, het lukt vaak wel, maar het lukt ook niet. Dus het is iets, en ik zeg dit om de vertaalslag te maken naar het opschalen van het meten van bodembeweging met deze techniek. Als het al lastig is om met een aantal betrokken boeren of onderzoeksgebieden af te stemmen over het maaien, dan kun je je voorstellen dat het op regionale schaal of nationale schaal echt heel lastig is om de juiste of eigenlijk het gewenste detailniveau te bereiken qua bodemdaling.
meting. Nou, daar hebben we met z'n allen het over gehad. En daar moeten we ook voor de luisteraars willen we een kleine, niet waarschuwing, maar in ieder geval een soort attentie geven. Het AHN, het actueel gestand Nederland, dat wordt ook gemaakt met LiDAR-data vanuit vliegtuigen. En als we één ding geleerd hebben van deze meetserie, is dat je dus voorzichtig moet zijn met de interpretatie daarvan, of het gebruik daarvan, voor de hoogteligging van de percelen in dit soort gebieden. Omdat wij elke 3 maanden meten en wij zien elke 3 maanden hoogteverschillen, waarvan een groot deel gekoppeld is aan de vegetatiehoogte en niet aan de echte bodemligging. Ja, het wordt natuurlijk wel geverifieerd, ook het actueel hoogteverstand in Nederland. Maar dat gebeurt veelal op een paar proeflocaties en harde ondergronden. En dus niet op plekken waar gewassen zijn. Dus als er een plek is waar je vegetatie of gewas verwacht, wees dan met het gebruik van AN op je hoede, dat je weet dat daar decimeters verschil met de feitelijke bodemligging in zou kunnen zitten. Nou, daar hebben we ook een publicatie over gemaakt samen met Deltares. Daar is ook nog wat over te lezen. De resultaten dan samengevat. Met LiDAR kun je de ruimtelijke variatie van de percelen, de hoogteligging ervan, mooi in kaart brengen. We volgen ook de bodembeweging en de daling. Maar ten opzichte van waterpassen en extensometers meten wij wel vaak een andere hoogteligging. De waterpasser ligt vaak hoger dan de LiDAR. Dan denk je zelf dat het komt dat de baak wat verder het veen inzakt dan de meeste LiDAR-puntjes, de laserpuntjes. En de grashoogte, ja, die verzorgt echt voor een grote ruiscomponent in de meetdata. En dat komt door het praktisch lastig afstemmen is met de perceeleigenaren wanneer er nou gemaaid moet worden. Het is een hele praktische en eigenlijk een beetje, je zou zeggen, een wat plat obstakel in het juist bemeten van deze bodemdaling. Maar mocht daar dat maaien altijd voor de meetmomenten gebeuren, dan zou het een stuk makkelijker zijn om met LiDAR de bodemdaling te meten dan nu het geval. Dat was de bijdrage wat betreft LiDAR. En we zijn nu klaar voor de vragen. Dankjewel, Roland. Ja. Ik hoor mezelf galmen, maar dat komt bij jou, denk ik, Roland. Hè? Ja, vermoed ik. Ja. Ik heb hier 2 vragen. Nog één vraag. Zou een hogere sterkte van laserenergie beter de cijfers geven in relatie tot de gewassen? Het is met zowel vliegtuigen als met, daar is eigenlijk de energie van de laserscanner wat hoger dan de laserscanner die onder een drone hangt, is dit gedaan. En die zijn eigenlijk de resultaten zijn eigenlijk hetzelfde. Het enige verschil met is het schaalniveau en de puntdichtheid. En daarin is het een duur gekozen om door te gaan met inzetten van drone, omdat we daar meer punten hadden. Dus we hadden meer informatie, hogere kans om ook daadwerkelijk de bodem te pakken. De juiste, zeg maar, de juiste gaten tussen de pollen, om het zo maar te zeggen. Ja. En er was wat meer flexibiliteit om meerdere paspunten toe te passen op een flexibele manier. Dus niet een grote regionaal deel en dan 1 shift toepassen, maar wij konden wat meer maatwerk daarin verwerken met het aantal grondcontrolepunten per perceel. Ja. Is dat voldoende antwoord op jouw vraag, Johan? En Roland, jij deelt je scherm nog? Misschien dat je het delen uit kan zetten? Oh, sorry. Ja. Is het gelukt? Ja. Ja, zijn er dan nog andere vragen aan Roland? Zouden we kunnen concluderen dat we al heel eind zijn met die technieken, maar dat we ook nog wel praktische zaken zijn die ons in de weg zitten? Kan ik dat zo? Kijk, ik vraag aan Ramon en Roland.
Ik heb altijd het gevoel dat we al veel meer weten dan dat we wisten. Maar dat als we jullie vragen, dat jullie altijd nog meer ruimte meer willen weten. Wat op zich heel fijn is. Maar misschien is het ook goed om... ik zou het jammer vinden als het take-home messages van... Het kan nu niet. Terwijl ik denk dat we juist heel veel meer kunnen dan dat we konden. Maar ik weet niet of ik dan te voorbarig ben. Ik wil er wel wat op zeggen. Ja, dat moet. Nou ja, kijk, we hebben ongelooflijk veel voortgang gemaakt. Hè? De NOBV was er ook instrumenteel in. Hè? Dus alleen al het feit dat we die ground truth hebben. Vroeger waren we bezig om dit soort technieken verder te brengen. Maar wisten we eigenlijk niet wat de waarheid was. Hè? Waar we op uit zouden moeten komen. Dus NOBV heeft daar enorme bijdrage aan geleverd. Het is echt een eye-opener op sommige vlakken. Tegelijkertijd, en ik snap ook de urgentie ervan en dat we snel door moeten en dat je de verdenking zou kunnen krijgen dat je academisch een beetje door blijft onderzoeken, totdat je alles weet. Dat is inderdaad een balans, maar ik denk dat het risico van dingen naar buiten brengen waarvan je eigenlijk niet helemaal erachter kunt staan, dat is groter. Hè? Dus ik denk wel dat we gewoon toch die tijd moeten nemen om dit... goed te valideren, goede uitspraken te kunnen doen over wat je ermee kunt. En er dan mee naar buiten komen. Ik denk dat dat de juiste volgorde is. Roland, jij nog aanvullingen daarop? Nee, ik maak het roerend eens met Ramon de hele tijd. Wat betreft, ik denk dat de plaatjes die ik van Ramon gezien heb, dat die zeer veelbelovend zijn. Ook voor de schaal waarop dit speelt. Als dat zo mooi wordt, als dat er nu uitziet, dan is dat natuurlijk echt een super resultaat. En wat betreft LiDAR hebben we heel veel opgestoken van... Van het toepassen ervan op deze schaal. Hè? Deze verticale schaal met name. Maar het is een beetje zonde dat het op zulke platte dingen als het gras maaien uiteindelijk toch ook wel neerkomt. Want Sanneke en Beltaris zijn nu ook aan het meten met LiDAR, waar er wel structureel gemaaid wordt voordat ze gaan scannen. En daarin dan zie je gewoon dat het de component ruis enorm afneemt. Ja. Nou, misschien dat wij ook vanuit de STOA daarbij kunnen helpen om te zorgen voor wat afstemming. Want volgens mij worden we wel geïnformeerd over de maaimomenten. Dus wie weet kunnen we elkaar helpen. En ik zag ook al in de chat dat er wat nieuwe verbindingen zijn ontstaan. Dus zoek elkaar vooral op daarin. Ik wil richting afronding, ook gezien de tijd. Hartstikke bedankt allereerst voor jullie alle drie en alle aanwezigen. En ik wil jullie even aanwijzen op nog een aantal dingen die komen gaan. Zoals ik net al zei, als er nog vragen zijn die niet beantwoord zijn, die worden dan alsnog later beantwoord. Dus alle vragen zullen worden beantwoord. En het is goed om te melden dat de metingen die we nu doen met LiDAR en met satelliet, met InSAR, dat het niet alleen op basis van NOBV gebeurt, maar dat er een hele nauwe samenwerking is met een aantal andere onderzoeksprogramma's, waaronder de regio-deal Bodemdaling Groene Hart. Dat programma loopt eind dit jaar af. En als ik goed heb begrepen, zal er begin volgend jaar daar een eindcongres van zijn. Dus daar worden ook veel metingen gedaan. En een ander programma wat ik even wil noemen is Living on Soft Soils. Volgens mij is het nog iets langer, maar in elk geval het programma LOS. Beide programma's zijn nu met een link in de chat worden die toegevoegd en die zullen we ook nog even nasturen. Maar ook daar worden veel van dit soort metingen gedaan. En die kennis wordt ook gecombineerd in de verschillende programma's. Dus dat is goed om te weten dat we dus niet alleen op ons eigen houtje dingen aan het doen, maar juist in de samenwerking, zodat we nog meer extensometermetingen, maar ook gewoon de verschillende methoden met elkaar kunnen kloppen, matchen. Dus dat is nog even... over de samenhangende programma's. En op 15 mei, wil ik nog even expliciet noemen, organiseert het NOBV samen met het Veenweide Innovatieprogramma Nederland, het VIP-panel, een webinar over veenmosteelt als mogelijke maatregel in het Veenweidegebied. De uitnodiging daarvoor wordt ook binnenkort weer verstuurd, dus die ontvangt u dan vanzelf. En als u op de hoogte wil blijven van wat we allemaal doen, dan kunt u ons vinden op www.nobveenweiden.nl of het infoadres wat daar te vinden is. Volgens mij hebben we dat nog één slide van. Ja. Yes. En wij zijn ook u te volgen via LinkedIn.
En op andere media, dus kunt u zich abonneren. En dan wil ik jullie allen van harte bedanken, namens de STOA uiteraard, maar ook namens Deltaris, TU Delft, Shore Monitoring en het NOBV. En hopelijk tot snel. Tot ziens. Tot ziens.